We moeten even wachten, want er komt uiteraard weer een vliegtuig aan. Stond hij intussen hier dus naar beneden gevallen. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik zit hier op dit moment zoals je kan zien in de Ferrari, want ik sta op punt om de deur uit te gaan. Een hele goede morgen meneer Letoy. Goedemorgen. Kijk eens aan wat een heerlijk weertje het vandaag is jongens. Kijk eens de zon schijnen en dat betekent dat wij de Ferrari eruit gaan halen. Kun jij je achterbak opengooien? Achterbak? Ja, kan ik mijn jas erin doen? De achterbak? Ja. Is goed? Ga maar. Doe maar, gooi er maar in. Dan heb ik mijn jas kwijt, maar... Je weet dat het een voorklep is, hè? Ja, laat ik het. Je kan hem ook wel hier neerleggen. Ik denk dat hij wel erop ligt, maar ik denk dat... Wordt hij lekker warm? Ik denk dat hij wel heel warm wordt dan als je hem hierop legt, inderdaad. Zo, kijk eens aan. De Ferrari moet even dicht, deze klep. Jongens en meiden, wij staan op punt om de deur uit te gaan. Ik ga de Ferrari zo eruit rijden. Maar wij hebben vandaag namelijk een leuke dag op de planning. Wij gaan naar Eindhoven toe, een vliegbasis. En wat wij... Zo, er zit echt een hele dikke vlekje zo op mijn camera. Wacht even, maar die moeten we er even afhalen. Hè? Kijk eens aan, dat is beter. Ik ga starten. Hoppa, wat een heerlijk geluidje. We gaan de kleppen straks even opengooien. Maar het is zaterdagochtend, dus ik hou ze nog heel even dicht. Voor de buurt hier zo. Ik gooi ze straks wel open. Maar we gaan dus naar het vliegveld van Eindhoven. Of, even kijken. En wat wij daar gaan doen is, we gaan daar met de Ferrari en 50 andere Ferraris knallen over een vliegbasis. Wat natuurlijk echt bizar gaaf is. Oh, meneer Letoy heeft zijn jas hier achter gegooid. Hij is even aan het bellen. Hij stapt nu in. Hallo. Is goed, oké. Okay. Kijk, kijk, we horen nog instappen. Doei. Goedemorgen meneer. Ik heb een bericht over Melanie. Wat? Van gisteren. Wat dan? Ja, dat weet jij beter. Ja? Dat ze flauw gevallen is. Ja, dat wist je nog niet. Nee, toen niet. Ja, dat was echt heel random. Ja. Uit het niet. Ja. En jongens, kijk eens aan. Ik heb heel de rit eigenlijk eventjes niet gefilmd, want ik heb lekker in de auto gezeten. We hebben even onderweg wat eten gehad. En we komen al dus aan hier zo in Eindhoven, straks op de vliegbasis. In Eindhoven dus. Mijn vader heeft hier dus de navigatie. Dat is echt zo'n nadeel trouwens in deze auto, dat je dus ook geen schermpje hebt. Je kan niks. Navigeren kan je niet op deze auto. Je moet echt eigenlijk iemand hebben die naast je zit die daar de navigatie vast heeft. Of je moet hem zelf in je handen houden eigenlijk. Maar ja, dat is niet heel handig vaak. Dat is echt een nadeel van deze auto. Ja, voor de rest zijn er heel veel nadelen aan dit ding. Ja, behalve dat hij ook voor geen meter zit. He? Of zit je wel lekker? Ja, het is best goed. Ja? Zit je wel goed? Hé, hey, we moeten op de Koninklijke Luchtmachtbasis zijn trouwens. Zo. Ja, we zijn er bijna jongens. Ik ben benieuwd. Er zijn dus hoeveel andere Ferraris? 50? Ik geloof meer dan 50 of zo. Ja. Meer dan 50? Ja. Kijk eens jongens, een groot vliegtuig staat hier al. Je moet eens even goed kijken waar we heen moeten. Ik ben erg benieuwd. Oh, ik zie hier ook wel andere Ferraris staan. Ja. Een oudere zie ik hier staan. Kijk, in mijn spiegel. Jongens, daar staat ook een andere Ferrari. Je ziet het niet heel goed? Oké, we gaan even aanmelden hier. Kijk jongens, mooi dat rood zo in de spiegel. Die Ferrari daar zo op. Ja, rood hoort gewoon op een Ferrari eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel. Ja, ik vind geel ook altijd wel. Want geel is de officiële Ferrari kleur. Ja, klopt. Geel is officieel eigenlijk Ferrari. Iedereen heeft dat rood is, maar het is... In de Formule 1 hebben ze dan ook met een gele auto gereden. Nee, terwijl dat eigenlijk wel erbij hoort. Ja, klopt. Het logotje is ook geel. Wow, yo jongens. Kijk, we mogen straks echt vol gas gegeven uiteraard. Ik stap even uit. We zijn hier namelijk echt... We staan echt naast de vliegbasis hier zo. Hier landde net een Transavia vliegtuig. Ik had hem jammer genoeg niet op beeld. Maar dit is gewoon echt gewoon... Precies waar de auto's landen. Oh, volgens mij worden we als het goed is nu opgehaald, denk ik. Mijn vader is even uitgestapt. We moeten eventjes een rondje doen naar de Ferrari's toe, jongens. Kijk eens, er rijdt hier weer een Ferrari voor mij. Er zijn dus, ja, zoals ik al zei, echt heel veel Ferrari's. Alleen maar Ferrari's, geen Lambo's, niks. Kijk eens, we rijden hier zo weer de basis op. Kijk eens aan. Hallo. Hallo. Ik zal even voorstellen. Hoi, Gio. Kees. Alles goed? Ik zit er even vast. Ja. Beetje zin in? Ja. Ja? Zenuwachtig? Ooit in een Ferrari gezeten of sinds je eerste keer? Ja, net nog. Net nog, je hebt net al in een Ferrari gezeten. Ja. Ah, oké. Okay. We gaan dus straks een rondje doen, jongens, over de landingsbaan. Ja, maar gewoon achter hem aan. Welke? Nee, maar achter hem aan. Nou, daar gaan we. Je vindt die eng, hè? Nee. Nee, hoor. Mooi zo. Wij gaan straks achteraan aansluiten bij de rij. Kate is nog steeds niet bang. Wat vind je van al het geluid wat je hoorde, alle steentjes? Vind je het irritant geluid of hoort het er een beetje bij? Ja, hè? Kan je wel de weg zien? Of je zit te laag, hè? Ja. Ja, jongens, in de Ferrari kan je je stoel dus ook niet verhogen, dus zeg maar. Dus als je heel klein bent, hoe lang ben je? Weet je dat? Ik heb geen idee. Je hebt geen idee. Ja. Maar dan kan je net niet boven dat dashboard uitkijken. Zo, nog iemand naast mij. Jouw naam is?
Lieve heet ze. En heb je ooit wel eens in een Ferrari gezeten? Nee. Nee? Vind je het spannend? Een beetje. Ja? Oké, ik ga straks al een klein beetje gas geven. Even kijken. Gaan we hier zo de bocht om. We zijn nog niet op de vliegbasis geweest, jongens. We mogen straks pas echt op de landingsbaan. Alleen, er zijn ook gewoon echt vliegtuigen. Misschien dat we nu wel mogen. Gaan we straks, hoor. Hoe oud ben je? 9. Met je zin in? Ja. Ja? We mogen hier al een klein beetje het gas intrappen. Veilig naast mij? Ja, toch? We zijn jammer genoeg nog steeds niet op de baan geweest, jongens. Omdat, wat ik al zei, er gaan nog steeds vliegtuigen. Best wel gek. Zeg maar, er landen gewoon echt de hele tijd ook vliegtuigen natuurlijk hier. Dus wij moeten steeds, in die tussentijd moeten we dan gaan rijden. Hey, je hebt de knoppen over trouwens, dat kan eigenlijk niet, hè? Nee hoor. Kijk je Enzo vaak? Ja. Wie kijk je nog meer heel vaak? Dan moet je eigenlijk mijn naam zeggen. Gio. Ja. Nee, wie kijk je nog meer? Weet niet. Weet je niet. Ah. Nou, we hebben net een klein beetje kunnen gassen. Wat vond je ervan? Leuk. Niet eng, hè? Nee. Gelukkig. Er gaat, als het goed is, straks weer een ander iemand ook instappen. Want dan gaan ze gewoon eerst de hele tijd lekker even rondjes maken. Even een beetje gasten daar met allerlei kinderen. Wat was jouw naam ook weer? Lieve. Lieve, oh ja. Ben je ook lief? Ja, je bent wel lief, hè? Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. En mijn vader die staat daar dus nu ook te wachten. Want die wil straks natuurlijk ook wel even een rondje mee. Alleen, ik wacht eigenlijk een beetje op het moment tot we echt de baan op mogen straks. De volgende persoon is naast mij komen zitten. Hey Koen, high five. Jij bent net wel over de landingsbaan geweest. Was het leuk? Ja. Ja, hè? Ja. Nou, ik ga nu ook even een rondje doen met Koen. Hopelijk mogen we nu wel over... Zo, hoor ze zeggen. Wat een geluid, hè? Hopelijk mogen we nu wel over de landingsbaan. Jeetje, allemaal mooie Ferraris hier. Ik heb weer een nieuwe iemand naast mij zitten, jongens. Heel veel kinderen waren vandaag. Jij bent Tijn, heet jij, hè? Ja, Tijn. Ja. Ben je op de landingsbaan geweest? Ik ben al één keer op de landingsbaan geweest. Eén keer? Twee keer. Dit wordt de tweede keer. Ja. Oh jee, jongens, daar gaan we. Let's go. We gaan kijken of we de 300 aan kunnen tikken. Daar komt ie. Oh, ik moet aan de linkerkant. Ja. Daar gaan we. Let's go. Super gaaf dit, hè? Is heel gaaf. Hardste wat je ooit gereden hebt? Hardste wat je ooit in de auto... Zeker. Wow. Zo, adrenaline, jongens, door je heen. Ja, dat ook. Ja, hè? Ja. Zo. Hoppa, we zitten weer. De volgende, naast mij. Je naam is? Ik heet Jamie. Jamie. En je hebt een hele mooie toepasselijke rode jas aan. Ja. Die past mooi bij de Ferrari, jongens. Nou, we gaan nog een rondje doen. Ik heb dus net 290 aangetikt. Dat is heel hard. Dat is heel hard, hoe hard, ja. Wat is het hardste wat je ooit gereden hebt, of weet je dat niet? Wat je in de auto hebt gezeten? 259 toch? 259. Oh, dan gaan we nu harder, denk ik. De landingsbaan is jammer genoeg weer dicht. Er komt een vliegtuig weer aan. Dus we kunnen nu weer niet op de landingsbaan, jammer genoeg. Jammer genoeg. Ik zit hier, naast. Floor. Hallo, Floor. Hi. We gaan weer een rondje doen, jongens. Hopelijk mogen we weer de landingsbaan op. Alleen Floor gaat even de camera vasthouden. Aangezien het natuurlijk straks levensgevaarlijk is eigenlijk om die camera vast te houden als je 290 km per uur rijdt. Ik heb net 290 km aangetikt. Oké, okay, zullen we voor de 300 gaan? Ja, ja. Gaan we het proberen? Ja, komt goed. Maar ik ga de camera aan Floor geven. Oké, het enige wat je moet doen is zo vasthouden. Moet je hem zo vasthouden? Oké, ja. En dan iets meer naar jezelf toe richten. Ja. Ja, ja, jongens, we mogen de landingsbaan weer op. Oké, zoals ik al zei, we gaan voor de 300 km per uur. Heb je dat ooit gereden? Nee. Voor alles een eerste keer. Let's go. Kijk, hier links trapt het gas in. Hier gaat het. Oh, laten we kijken of je hem hoort. Hoor je hem? Lekker hoor, 458. Het gaat daar volgens mij een. Oeh, wat het geluid is. Oké. Het lijkt net alsof er gewoon
straaljagers opstijgen, jongens. Maar het zijn allemaal Ferraris die gewoon vol plankgas de baan op gaan. Hier, hoor je weer. Zo. Daar gaan we. Let's go. Oké. Is dit je eerste keer dat je vlogt? Ja. Oké. Kijken of we de groene vlag krijgen. Ja. Let's go. Kijk eens wie er weer terug is. Hallo meneer! Hallo. Zo. Ja, je hebt heel veel kinderen blij gemaakt, hè? Ja, toch? Ja, daar ging het ook een beetje om, jongens. Wel echt superleuk om en heel bijzonder om op zo'n baan te gassen, jongens. Het was ook zo waanzinnig gezicht als je dan daar stond en je zag jullie daar voorbij komen met de snelheid. Ja. Nou, niet normaal. Kijk op, daar gaat weer een vliegtuig. Hier, daar reden wij net dus ook. Check dit, jongens. De normale 458. Huh? Je hebt hem ook op race staan. Ja, tuurlijk. Dit is toch het moment om te racen, zeg maar. Maar staat er ook alles uit qua hulpmiddelen? Nee, dat niet. Allemaal Ferraris achter me. Hoezo? Ik heb nog nooit zoveel Ferraris gezien in Bamako. Jij? Nee, hè? Zoveel. Er was ook net een file van Ferrari. Dat maak ik ook nooit mee, zeg maar. Nee. Hier staat een groot vliegtuig van het leger, denk ik. Ik weet niet wat dit is, jongens. Het lijkt op een passagiersvliegtuig, maar dat lijkt me ook weer niet. Check ze allemaal. Ik denk dat een vrachtvliegtuig is. Een vracht? Ja, maar het heeft wel... Die raampjes bedoel je. Wel? Ja. Ah. Hier staan ook allemaal Ferraris op een rij. Nou, noem ze maar op de modellen. Ik ken ze wel eens allemaal. Mijn vader gaat dus nog even een rondje doen. Ze gaan voor de laatste keer. Rijdt het een beetje. Niet normaal, maar mogen we naar de baan nog één keer op? Ja, dat is juist de bedoeling. Dat willen ze juist. Okay. Dan kan ik eigenlijk even zelf filmen, jongens. Dat gaat natuurlijk echt moeilijk met. Dat voel je net die bocht gewoon. Dat kan je op straat niet doen. Zo lekker sturen. Oh, heerlijk. Ja, dat is geweldig. We moeten even wachten, want er komt uiteraard weer een vliegtuig aan. Waarom kon hij niet op ons wachten? Waarom niet? Ja, eerlijk? Had hij even een rondje extra kunnen maken. Stel je voor ook dat je zeg maar landt van je vakantiebestemming en je ziet gewoon 100 Ferraris wachten op een landingsbaan. Dat is ook raar, toch? Daar gaan we! Let's go! Ah, dan heb ik lekker mijn handen tenminste vrij op het stuur vasthouden, jongens. Nou, hoppakee. Gassen! Hij staat weer mooi op zijn plekje. Hoppakee. Ik vind het trouwens best wel clean eruit zien hier zo, jongens. Zo dat hoekje zonder het aquarium. Echt nice dat hij weg is. Klinkt misschien heel stom, maar... Strakker. Ja, wat strakker. Gewoon lekker nu twee die stoelen in de hoek.
Ziet er gelijk ook echt als een leuk gezellig plekje uit zo. Kijk eens. Prachtig, dat zonnetje in de tuin. Jongens, ik kan niet wachten tot alle bladeren weer lekker mooi op de bomen zitten. Check eens even, dat wordt zo mooi. Oh, dit is wel echt nice. Zeg maar, kijk, dit. Ik heb het natuurlijk een paar keer over een appartement gehad, jongens. Dit, gewoon even lekker je tuin lopen, even lekker naar buiten. Heb je niet in een appartement. Ja, op een balkon heb je dat misschien ook wel. En dan zit je inderdaad ook wel lekker zo in het zonnetje. En kan je wel ook gewoon genieten natuurlijk. En ook, ja, ja het heeft allebei zo zijn charme. Zeg maar dan zit je weer over een stad uit te kijken. Met prachtig uitzicht, zieke zonsondergang, zieke skylines en alles. Maar dat is weer niet te vergelijken met dit. Ja, gek is dat, hè? Oh, oh, oh. Waar zouden jullie voor kiezen? Zeg maar, niet als, je moet niet denken aan mij. Wat zou jouw eigen eerste keuze zijn? Dit, huis met tuin of appartement, zeg maar, op de 50ste verdieping met uitzicht over de stad. Wat echt prachtig is. Laat me achter in de reacties. Ik ben er wel benieuwd naar. Kijk eens, we zijn er weer. Lekker, lekker. Ja, dit is wel... Dit huis is zo uniek, hè. Eigenlijk zou ik het ook echt niet weg kunnen doen, toch? Zeg maar, dat zou echt zonde zijn als ik dit huis gewoon verlaat aan de ene kant. Het is zo mooi. Maar ja, ik heb gewoon niks met dit hele dorp. Klinkt heel kut misschien. Het is gewoon echt een gat hier zo. En dan denk ik soms van, ja, misschien ben ik daar toch nog iets te jong voor. En kan ik gewoon lekker levendig de stad in. Lekker bruisend. Hoppakee. Iedereen die makkelijk naar me toe kan komen. Het spookt zoveel door mijn hoofd, jongens. Maar we gaan dus dinsdag bezichtigen. Dus ik ben super benieuwd. Echt heel benieuwd naar wat mijn gevoel dan daarbij is. Ik hoop dat het eigenlijk een beetje lekker weer is. Want dan heb je natuurlijk ook een goede soort van impressie van het huis. Of nou ja, het appartement dan. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo, moet jij niet broeden, Pipi? Hey, moet jij niet broeden? Ja, moet jij niet broeden? Oh. Kijk dan. Die beweging die ze zo doet met haar hoofd, volgens mij betekent dat ook iets. Ik weet zeker dat ze een nestje heeft. Wajo, jongens en meiden. Kennen jullie dit filmpje nog? Dit is ongeveer 1,5 jaar geleden, volgens mij, als ik het goed zeg. Die meneer heeft toen 8 maanden lang niet kunnen lopen omdat hij zijn hielbeen of hielbot had gebroken. Bizar, van alle andere gevallen dus van de eerste verdieping. Maar, nu was ik dus van de week weg. Dat was volgens mij gisteren of eergisteren was dit. Gisteren was dit. Ik was weg en ineens stuurt mijn moeder mij dus dit filmpje. Dus ik denk, wow, wat gaat hier fout? Blijkbaar is dus mijn tuinman hier in de tuin, die altijd echt top werk levert. Want mijn tuin ziet er echt prachtig uit. Ik zweer het, het is echt niet normaal mooi. Ook nu weer. Het is echt prachtig. Kijk eens hoe goed het er weer uitziet. Nou, je zag het net, ik liep natuurlijk rond. Maar die is dus blijkbaar van een ladder gevallen. Ook van 4 meter. 4 meter. Gewoon naar beneden gevallen. Super heftig. Hij heeft toen even een tijdje op de grond moeten liggen natuurlijk. Want hallo eentjes. Een klap van 4 meter is natuurlijk echt bizar. Want kijk, die heg hier zo. Dit is de heg. En hij is echt dus vanaf het... Hier, je ziet ook nog de bladeren liggen. Want hij was mee... Kijk, hij was ermee bezig. Maar hij heeft het natuurlijk niet af kunnen maken. Omdat hij daarna gelijk dus naar het ziekenhuis moest. Maar deze heg hier zo. Daar was hij dus mee bezig. Daar bovenaan stond hij. En toen is hij hier dus naar beneden gevallen. En dat stond dus ook op beveiligingscamera's. Dus check dit maar even. Echt ziek. Super heftig. Toen mijn moeder ook belde, toen was ik ook zo van, what the fuck, hoe dan? Hoe het ook precies heeft kunnen gebeuren, dat weet ik ook niet. Maar gelukkig heeft hij er dus alleen een aantal kneuzingen aan overgehouden. En heeft hij dus niet iets gebroken of whatever. Dus daar heeft hij wel echt geluk mee gehad. Want als je van 4 meter valt, dat is natuurlijk, dat is zeg maar, je kan echt aardig op breken. Gelukkig ook niet op de tegels gevallen, want dat had de klap natuurlijk 10 keer harder gemaakt. Maar hij is hier echt in de aarde gevallen. Want die meneer die toen wel zijn been had gebroken... Die was echt keihard op de tegels gevallen hier zo. En die was natuurlijk ook al een stukje ouder, dus... Ja, dan kan je wat lelijker vallen. Maar er heerst echt een vloek hier zo over mijn huis.
Met mensen die bij mijn huis aan het werk zijn. En dan met ladders. Dat is nu al 2 keer gebeurd. 2 keer in 2 jaar. Maar ja, gelukkig deze keer dus wel, nou ja, goed afgelopen wil ik niet zeggen. Maar het had slechter kunnen aflopen. Ik was weg bij Mel. Oh, wij waren in Walibi. Ja, op die dag is het gebeurd inderdaad. Het is nu 8:00 PM, jongens. En de Ferrari is gewoon nog steeds warm. Echt niet normaal. Je voelt nog steeds gewoon warmte van dat ding afkomen. Het was wel echt ziek hoor. 300 km/u nog steeds alleen niet aangetikt. Ah, ik moet echt binnenkort gewoon een keertje naar Duitsland, denk ik. Dat moet ik echt gewoon een keer gaan doen. Eigenlijk wordt het een tijdje omdat ik zelf een keer van de ladder afflikker hier zo in mijn huis. Oh, zo, ik heb voor de rest even een lekker rustig avondje. Ja, dat komt als het goed is straks even gezellig nog hierheen. Vandaag stond de dag dus eigenlijk een beetje in teken van kinderen blij maken daar zo op die vliegbasis. Dat was wel leuk. Ik had het niet helemaal goed uitgelegd volgens mij. Maar er zijn dus allerlei kinderen in mijn auto gestapt en toen mochten we dus inderdaad lekker knallen op het circuit. Oh, jongens. Ik betrap mezelf er trouwens weer op dat ik gewoon... Oh, het is wel mooi hè, kijk als je zo dit ook ziet. Oh, maar dat ik weer nooit hier zit. Als hier nou echt die tv-kamer komt, dan is het... Ja, daar kan ik wel aan wennen, denk ik. Dat wordt wel leuk. Dan ben je hier dus aan het chillen. En dus, het ligt hier dus gewoon naar de televisie te kijken met een dekentje of iets gezellig. Ik denk dat het wel echt 10 keer beter gaat worden met die nieuwe interieurplannen. Ook dit plafond wordt dan van hout trouwens, dat wordt helemaal anders. Ja, het zou wel gaaf zijn. Ja, dankjewel. Mackie besteld! Goeie! Oh. Hey, kom binnen. Hallo. Nou. Wat een leuke bezorger. Leuk hè? Zo. Inclusief persoon. Maar de bezorger komt nooit binnen hoor bij mij. Niet? Nee. En die neemt ook nooit de koffer mee. Of ben jij niet de bezorger? Ik weet het niet wat ik hier doe. Oh. Hallo, hey. Tijd om lekker te Netflixen, jongens. Even lekker chill met Sniff. Hey, Sniff. Kijk eens, we gaan even lekker wat kijken hier zo. Hoi, yo. Zo, we waren op de bank, niet in de bank, in slaap gevallen, jongens. Ha, echt even een rustig, lekker chill dagje gehad zo. Daarom is het ook lekker tijd om hier het bedje in te duiken. Kijk eens hoe mooi die eruit ziet. Oh, er is niks beters dan een schoon bed. Echt waar, er is echt niks beters dan een schoon bed. Oh. Ik was in slaap gevallen, jongens en meiden. Dit was ook alweer de vlog. Ik wil nog even inhaken op iets. Ik reed natuurlijk over die landingsbaan met mijn camera in mijn hand. Wat niet per se het beste voorbeeld is als je op die snelheden rijdt. Dus neem daar geen voorbeeld aan. Ik wilde nog even... Ja, ik kan daar mijn excuses voor aanbieden. Maar ja, in principe op een landingsbaan kan er vrij weinig fout gaan. Het enige wat je hoeft te doen is je stuur recht houden. Maar ik zat net het terug te editen en het was niet een heel handig voorbeeld om dit zeg maar mee te geven. Maar vandaar, dat wilde ik even aankaarten. Dus jongens en meiden, dit was ook de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Morgen om 8:30 komt er uiteraard weer een nieuwe online. Dit is een nieuwe dag. Dus ik wil jullie bedankt voor het kijken. Tot morgen en ik zeg later.